Hey en welkom bij alweer de derde video. Nou, ik ben heel erg benieuwd of je al een tijdje alcoholvrij bent en welke lichamelijke voordelen je aan het merken bent. Wat ik nog heel erg goed weet is dat het zo opvalt dat je zo goed slaapt. Zo fantastisch. En ook van mensen om me heen die, want daar kun je een grote maar bij zetten, 2 glaasjes per dag dronken. Dat die echt zeggen van, nou, ik weet niet wat ik meemaak. Ik slaap gewoon weer zoals in mijn jeugd. Ik ga liggen, ik slaap en ik word 's ochtends weer wakker. En ik ben gewoon veel fitter. De kringen onder mijn ogen zijn verdwenen. Ik voel me frisser. Ik heb meer ideeën. Ik heb geen last meer van middagdip. En wat ik merk is dat ik niet meer, zeker wanneer je wat meer hebt gedronken op een avond, die dag daarna, zo'n trek hebt in slecht voer. Weet je, want dat hoor je vaak, hè? Misschien ken je het ook wel, de beruchte kater, dat je 's ochtends al opstaat en denkt, nou gooi maar een pizza in de oven. Beetje extreem, maar een bepaalde vorm daarvan ken je misschien wel. Dus dat is een prachtig voordeel. Wat je ook merkt, en dat kan ik ook zeggen uit eigen ervaring, is dat je echt weer zin hebt om te bewegen. Nou, hoe blij word je daarvan? Want jarenlang hoor je van, om fitter te zijn moet je gewoon naar de sportschool. Ja, dat klopt natuurlijk wel, want daar voel je je ook lekker van als je lekker beweegt. Maar je moet wel zin hebben om te bewegen. En ik merk, zo heb ik ook altijd mijn voedingsboeken ook geschreven, dat als je beter voor jezelf gaat zorgen, beter slapen, beter eten, geen alcohol, dat je dan dus weer die kinderlijke zin krijgt om de trap te nemen, om te rennen, om te fietsen, om naar buiten te gaan, om... Ja, en dat is gewoon zo fijn dat je jezelf niet van de bank af hoeft te trekken. Nee, dat je gewoon graag wil. Het is echt heel fijn om zo 's ochtends op te staan. Door frisser en fitter te zijn heb je ook minder snijdrang. Ik zei het net al. Maar vaak schreeuwt je lijf ook om allerlei voedsel en calorieën. Om in godsnaam toch maar een beetje energie te hebben. Om dat verschrikkelijke slaapgebrek maar tegen te gaan. Dus het heeft zoveel voordelen. Nou ja, ik ben benieuwd wat jij allemaal merkt. En volgende week... nog een video. Dag!